En leuk dat jullie kijken naar Esmeralda's Kookeiland. Ik ben Esmeralda. Zoals je ziet, ik sta weer op de moestuin. Het is al lekker aardig benauwd. Het is 9:01. Ja, ik dacht ik ga eens even kijken hoe gaat het met de moestuin na die hele warme dinsdag. Trouwens, die dinsdagochtend ben ik nog 's ochtends vroeg om 6 uur ben ik nog wezen sproeien. En volgens mij heb dat wel een beetje goed gedaan. Alleen de bieten, die hebben een klap gehad, zie ik. Vooral die bieten die daar staan bij de spersiebonen. En als ik zo kijk naar de spersiebonen, kunnen we die volgens mij wel gaan oogsten. Maar daarvoor moet ik nog even op Ilse wachten. Maar kijk, het ziet er zo zielig uit. Aardig klap gehad, zoals jullie zien. Ik ga gewoon straks even kijken. Even ze misschien een beetje water geven. Straks, en jullie zien het. De boontjes, die zien er mooi uit. Ik heb nog niet daar gekeken. De sla gaat nog steeds perfect. En ik zie nog steeds, hoe? Bloemen. Ja, kijk, voor mij kunnen we wel gaan oogsten. Even kijken hoe dat gaat. Want kijk, dat zijn hier de bieten. Die hebben het goed. De koolrabi's gaan ook goed. Die gaat helemaal uit zijn voegen. En ja hoor, we hebben weer een super courgette. Ik zag hem verleden keer al zitten. Maar niet eraan gedacht om hem eruit te halen. Maar hier zit het allemaal verdopte bladeren ook. Er is hier genoeg te doen. Ik begin eerst eventjes met wat we gezaaid hebben water te geven. Want nu staat de zon nog niet op de tuin. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Gaan we eventjes water uit de sloot halen. Dus daar begin ik gewoon mee. En begin ik even met belangrijke dingen water geven. Ik loop eventjes naar mijn spullen toe. Mijn dingetje. Dus ik neem jullie gewoon even mee. En dan gaan we even water uit de sloot vissen. En kijken hoe, wat waar. Want ik zag wel dat de radijsjes alweer omhoog waren gekomen. Dus dat is een goed teken. Oh, fijn. We hebben daar vissen, beetjes op gezeten, poepie gedaan. Maar ja, ik ga jullie neerzetten. En dan gaan we even water pakken. Zo, heel veel dingetjes eventjes kunnen doen. Ilse was helaas verhinderd. In ieder geval, de spersiebonen heb ik een beetje opgeknoopt, want die gingen over die bieten hangen. Ik hoop dat het zo goed is. Ik ga nog even één courgette eraf halen. Als het me lukt. Die gaat met mij mee. Er liggen er nog een aantal, die laat ik voor Ilse achter. Ik heb wel even wat kroppen sla weggehaald. En die waren een beetje aan het verschieten, dus dat is niet goed.
Nou, verder is dus alles goed verzorgd en dan ga ik gewoon lekker naar huisje toe. Ja. Dat lijkt me wel verstandig. In ieder geval aardig wat onkruid weg kunnen halen. Ja, het was niet echt speciaal deze keer. Ach, misschien de volgende keer. En dan is het ook wat koeler. En dat is natuurlijk ook wat fijner. In ieder geval alles kunnen goed een beetje water kunnen geven voordat de zon kwam. Want dat was ook belangrijk. Heel veel dingen hadden, waren best nog wel vochtig. En dat had ik niet verwacht. Maar ja, toch misschien, ja, hoe moet je het zeggen? Tot in de nacht toch wat mistiger is dan normaal. Eventjes de couchette daar neerleggen. En dan ga ik eventjes de... Even de wandeling. Voor de bakjes leeg te gooien. En dan vind ik wel weer tijd om naar huis te gaan. Kijk, dit moet even. Dat zijn allemaal sla die een beetje, die eigenlijk te ver geschoten zijn. Het zijn ook niet meer lekker, dus ik ga dat eventjes wegbrengen. En dan gooi ik gewoon de sla op de grond. Oh, gaat zo lekker dit. Gaat zo lekker. Ja. Echt tijd om lekker naar huis te gaan. Zo. Ik loop nu eventjes terug met de spullen. En ja, dit is dan deze keer een beetje korte moestuinvlog. Ik heb heel veel kunnen doen, maar dat heb ik jullie al kunnen vertellen. En we zijn lekker aan het hobbelen. Dus ik sluit af en ik zal zeggen, leuk dat jullie hebben gekeken naar Esmeralda's Kookeiland, naar de moestuinvlog. Vind jij dit nou een leuke vlog? Vergeet dat duimpje niet. En vind jij het leuk om mij te blijven volgen? En Ilse, gewoon blijven kijken en word lid en abonneer je. Want, en vergeet vooral dat belletje niet, want als je die aanzet, dan ben je gelijk op de hoogte wanneer er een moestuinvlog online komt, maar ook de gewone kookvlogs. Gewoon doen, hè. Dus ik zal zeggen, tot de volgende keer, hè. Doei!